Nieuwe knoop. Dus er eentje die ik al vaker heb laten zien op foto. In ieder geval, volgens mij is dit de eerste keer dat ik hem op video maak. Het is de Eldridge knoop. We beginnen met de brede zijde aan de linkerkant, smalle zijde rechts. De afmeting van de brede zijde is de hoogte van je navel ongeveer, omdat je hem dadelijk nog een klein beetje gaat aantrekken. En nou komt het. Je gaat rechts over links, slaat hem achterdoor. En vervolgens ga je voorlangs. En ga je helemaal naar links toe. Hier. Nu maak ik de eerste horizontale slag. En ga ik achterlangs. En ga ik naar rechts toe. Nou komt het, hier komt zo dadelijk een lus. Dus ik ga achterlangs. Ik steek hem door deze lus heen. Dit kan ik al rustig aan gaan trekken. Zie je, dit is de start van de Eldridge knoop. Nu pak je deze smalle kant, die gaat achter je das langs, dat je hem zo naar de voorkant krijgt. Vervolgens sla je hem nog een keer, herhaal je diezelfde slag die je net hebt gemaakt. Je gaat voorlangs, naar deze kant toe. En je hebt net hier weer een opening gecreëerd en je haalt deze kant door deze lus heen. Zo. Nu is het een kwestie van even goed krijgen. Nou is dat zonder spiegel, met video en praten nog best lastig, kan ik je vertellen. Je wilt het namelijk allemaal in één keer goed doen. Zo. Als het goed is, zou je 5 vlakken moeten hebben. 1, 2, 3, 4, 5. Korte zijde, als hij wat langer is, dan verstop je hem achter je das. Een klein beetje aantrekken. Kraag omlaag. Daar heb je hem. De Eldridge knoop. Een van mijn favoriete knopen. Hierdoor ben ik eigenlijk begonnen met het stoppen van de stopdas. Althans, de gevarieerde manier van stoppen van een stopdas. Dus ontzettend gaaf. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik ga het zo doen. Veel plezier ermee. Laat me weten wat je ervan vindt.